Earth Hour 2024 in Suriname is zaterdag groots gehouden op de pier van Hotel Torarica. Tal van activiteiten, waaronder een speurtocht, waren onderdeel van het programma voor mensen die het evenement wilden meemaken. Marleen van Charanten, Stoffelen Communications Officer van het Wereld Natuurfonds WWF in Suriname, doet in een gesprek met de nieuwsdienst een oproep aan elke Surinamer om beter om te gaan met het milieu, ook na Earth Hour. WWF kan dat niet alleen. Andere organisaties kunnen dat ook niet alleen. Iedereen is ervoor nodig om onze aarde duurzamer te maken, onze natuur te behouden en ervoor te zorgen dat dierpopulaties blijven bestaan. Dus daarom is Earth Hour een grote campagne eigenlijk, waarop we op een leuke manier mensen daarvan bewust maken. Dit jaar is Earth Hour samen met Hotel Torarica. Dus we zijn vandaag op de pier bij Hotel Torarica, waar net een speurtocht is gestart. Die speurtocht gaat door het subgebied, langs de landschappen van Suriname. Mensen leren dan heel veel over de kwetsbaarheid van de landschappen, maar natuurlijk ook over de schoonheid en waarom we ze moeten beschermen. Dan komt men terug. Er zijn hier allerlei workshops. We hebben yoga, we hebben knutselen, allemaal duurzaam. We hebben vaak een voorleeshoekje met prachtige boeken over de natuur. Alle lichten zijn om 8:30 in de avond uitgedaan voor een uur. Hierbij hebben verschillende sprekers van milieuorganisaties het publiek gewezen op het belang van milieubewustwording. Earth Hour is een wereldwijde beweging georganiseerd door het WWF met als doel bewustwording te creëren over klimaatverandering, verlies van natuur en de noodzaak van duurzaam leven. In Hotel Torarica is van 21 tot 24 maart een bewustwordingsexpo georganiseerd in het kader van Earth Hour.